is het boek Verbroken Beloftes van Jenny Offill. Dat is een verschrikkelijke titel. De Engelse titel is Department of Speculation. Gewoon een beetje een slechte keuze geweest. Maar ik heb dit boek zelf vertaald. Het was niet mijn keus. Dit is een boek wat ik eindeloos kan blijven herlezen. Het is een heel klein verhaal. Niet dat het een dun verhaaltje is, maar gewoon een heel klein verhaal. Het kan over iedereen gaan. Iedereen kan zich erin herkennen. Of je nou man of vrouw bent, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat eigenlijk over het leven dat je voor jezelf voor je zag. En dan het leven wat je overkomt. Het is een novelle. Het is echt een dun boekje. Maar wat het zo mooi maakt, het is opgebouwd uit korte hoofdstukken en die hoofdstukken opgebouwd uit allemaal, ja, aforismen bijna. Kleine alinea's die allemaal met witregels van elkaar zijn gescheiden. En elke alinea heeft iets. Elke zin bijna is raak en je voelt overal iets bij dit. Het is nooit dat ze... Er zit niks overbodigs in en alles komt even hard binnen. En aan het eind moet je gewoon weer terug en ja, dat gevoel blijft ontzettend hangen. Het is heel mooi, het is heel verdrietig, het is allemaal herkenbaar. Het is ook nog eens heel mooi geschreven en heel toegankelijk, maar tegelijkertijd niet simpel of zo. Het is voor iedereen. En ja, het is gewoon een heel fijn boek.